Ze zeggen wel van een leerkracht zorgt voor zijn leerlingen, maar iedere leerkracht doet dat op een andere manier. En hij heeft dat echt gewoon compleet omarmd en mij het gevoel gegeven dat het oké was, dat ik er was en dat ik het waard was om tijd en moeite in te steken. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat Arvid een leerkracht is die niet gewoon zijn les geeft. Hij doet dat kwaliteitsvol, hij is echt een goede leraar, maar hij zorgt voor verbinding. En in deze coronaperiode kwam dat nog meer naar boven. Ik vond het een heel lastig jaar. Ik ben zelf mijn motivatie bij momenten verloren, omdat het voor mij draait om interactie en dynamiek. Ik geef les om met de leerlingen in contact te zijn en met hen in dialoog te gaan. En dat viel natuurlijk door het afstandsonderwijs heel vaak weg. Op een bepaald moment, na een noodsignaal van een ouder, heb ik beslist om mijn les te laten vallen de dag nadien. En heb ik elke leerling individueel even opgebeld om te vragen: hoe gaat het met jou? Lukt het nog? Hoe zit het met je motivatie? En op een klas van 23 waren er slechts 2 leerlingen die zeiden: oh nee, met mij is alles oké. Dus dan is dat wel een goede investering geweest, denk ik, om daar die ruimte voor te maken. Het is een zeer enthousiaste leerkracht die zijn leerstof echt met heel veel energie geeft. En dat is heel verfrissend om in zijn les te zitten. Meneer Munk is één al gewoon een goede leerkracht. Hij legt het super goed uit. En dan 2, is hij zeer warm en meelevend. Hij kijkt hoe dat gaat met zijn leerlingen en speelt daarop in. Hij heeft eigenlijk heel het jaar naar mij geluisterd. Ik mocht zoveel mails sturen, zo lang als dat ik wil. Ik mocht na de lessen blijven als ik iets kwijt moest. Hij heeft er toch echt wel voor gezorgd dat ik, ondanks de situatie of ondanks hoe dat ik mij voelde, toch welkom was in de klas, maar ook daarbuiten. Het zijn net de momenten waarop ik voelde of de feedback kreeg van de leerlingen van bedankt om mij dat te vragen. Of ze deden een uitleg en vroegen dan: hoe gaat het met u, meneer? Alleen al het feit dat ze die vraag terugstellen, toont op dat moment aan, we zitten allemaal in datzelfde schuitje en we zorgen voor elkaar. Ik zeg niet dat zij voor mij moesten zorgen, maar het feit dat ik merkte dat ik bij hen iets kon veranderen of hen een hart onder de riem kon steken, is wel hetgene dat mij net de energie gaf om dat te blijven doen. Gaat het ten koste van zijn lessen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een het ander versterkt. Door het feit dat hij zo in zit met zijn leerlingen, kan hij ze ook wel nog naar een hoger niveau stuwen, omdat ze precies daarom bereid zijn om dat te doen. Meneer De Munk is voor mij de leerkracht van het jaar, omdat hij net nu het zo extra nodig was, er altijd was voor ons. En ondanks de afstand toch proberen dichtbij te blijven, want niet iedereen in onze klas had het even makkelijk dit jaar. Je kunt gewoon ook eerlijk zijn tegen hem. Het is niet dat je moet zeggen, ah ja, het is hier een leerkracht. We gaan zeggen van, het lukt allemaal supergoed, maar je kon gewoon eerlijk zeggen, nee, het lukt niet meer. Hij straalt dat ook uit, dat de mensen hem wel vertrouwen. Dat zou ik hem heel erg graag nog een keer willen zeggen, van ik ben oprecht dankbaar voor alle tijd die hij in mij heeft gestoken. En in de klas. En ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.